Ik kan me niet eens herinneren wanneer de laatste keer was dat ik naar de Action ben geweest. Dus ik vond het wel eens tijd om een shopafspraak te maken. In eerste instantie stond dit niet helemaal op de planning, omdat ik al stress kreeg bij het idee dat ik maar maximaal 20 minuten in de winkel kon zijn. Maar ik heb het toch gedaan, puur ook uit nieuwsgierigheid. En ik was wel benieuwd met hoeveel spullen ik de deur uit zou lopen. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn nieuwste aankopen en hoe ik het shoppen op afspraak heb ervaren, kijk dan vooral verder. Ik lette zo erg op de tijd. Ik kon gewoon niet fijn winkelen. En het was nog eens een puinhoop. Alles was overhoop gehaald. Ik heb ook gehoord dat er heel veel filialen waren die gewoon heel erg netjes waren. En dat mensen het ook echt heel prettig hebben ervaren bij die Action. Maar bij de Action waar ik was, dacht ik echt van, ik wil hier zo snel mogelijk weg zijn. Want dit is niet fijn winkelen. Ik vind het zelf fijn om even de tijd te nemen voordat ik beslis of ik een aankoop wel of niet ga doen. Maar omdat ik onder tijdsdruk zat, kon ik dat niet. Dus ik moest heel snel een beslissing maken of ik iets wel of niet wilde kopen. Maar ik was wel blij dat ik van tevoren een lijst had gemaakt met dingetjes die ik graag wilde kopen. Dus dat heeft wel echt geholpen. Dus mocht je gaan shoppen of op afspraak, maak eerst een lijstje voordat je echt op stap gaat. Oké, nu zijn jullie waarschijnlijk benieuwd wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb wel gemerkt dat ik nu veel sneller impuls aankopen heb dan normaal gesproken. Ik kon sowieso het niet maken om met lege handen de winkel uit te gaan. Maar ik had wel een aantal dingetjes nodig en een aantal dingetjes op de oog. Dus we're all good. Het viel best wel mee hoeveel ik in totaal kwijt was. We komen op een bedrag van 26,16 euro. Dus dat is goed te doen. Oké, we hebben hier batterijen. Ik had batterijen nodig, echt al maanden. En ik heb nu eigenlijk batterijen gehaald. Dan zag ik dit. En dit had ik in eerste instantie niet per se nodig. Maar toen ik het zag, dacht ik, oh, dit is wel heel erg handig. Want ik heb overal bij mijn bureau kabels. En het is echt één grote chaos. Dus dit plak je volgens mij aan de zijkant of op je bureau. En dan ja, plug je die kabels ertussen. En dan blijft het gewoon lekker daar chillen. Dus dit is zo handig. Komt zeker goed van pas. Dus ik ben er super blij daarmee. Dan heb ik hier een screen cleaner kit. Omdat ik 80, misschien 90% van de dag wel achter een scherm zit. Merk ik gewoon hoe snel mijn laptop smerig wordt. Dus dit komt heel goed van pas. Ik had er al één, maar die vloeistof was al bijna op. Dus hij was toen aan vervanging. Dus ik heb dit gehaald. Ik merk echt dat ik heel veel handige dingetjes heb gehaald. Dus daar ben ik wel heel erg blij om. Dan heb ik hier tape en plakband. En ik haal altijd mijn tape en plakband bij de Action. Dus ik was zo blij dat ik dit kon halen. Dus dan hebben we dit. Ik zit zo naar mijn aankoop te kijken. En dat valt echt best wel mee hoeveel onnodige spulletjes ik heb. Dat is wel echt een verandering met vroeger. Want vroeger dacht ik, oh, dit is gewoon leuk. Dit koop ik, want het ziet er leuk uit. En nu was het zo van, oké, ik koop eigenlijk alles wat ik nodig heb. En I'm good to go. Oh ja, trouwens, ik was ook bij de creatieve afdeling. Bij de knutselafdeling, bij de Action. Maar ik kon daar niet rustig mijn gangetje gaan. Normaal gesproken neem ik echt de tijd om te kijken wat ze allemaal daar hebben. Ik was er wel eventjes, maar op een gegeven moment dacht ik, oké, dit is zonde van mijn tijd. Ik ga verder de winkel in. En misschien kom ik een andere keer terug om echt specifiek in die hoek te gaan oriënteren. We hebben hier een body cream in de geur kokos. Ik had nog een nieuw cremmetje nodig voor mijn lichaam. En ik ben hier heel erg benieuwd naar. En het ruikt heel erg naar kokos. Ik ben benieuwd of dit fijn werkt. Cremmetjes komen altijd wel van pas. Dan heb ik nog tandpasta. Dit is de Prodent White Now Forever. Ik gebruik altijd een tandpasta met iets van whitening. En de verpakking ziet er ook wel heel erg leuk uit. Ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik een nieuwe make-up blender. Mijne was nodig toe aan vervanging. Ik heb geen idee of deze goed is. Ik heb al vaker een make-up blender van de Action gehad en ze waren gewoon prima. Ik ben eigenlijk heel erg makkelijk daarin, zolang het een beetje zijn werk doet. Hallo, ik heb hem open, ja. Zolang hij een beetje zijn werk doet, vind ik het helemaal prima. Dus ik heb hier een make-up blender. Ondanks dat ik niet echt de tijd kon nemen bij de creatieve afdeling,
heb ik wel twee dingen kunnen scoren. Ik heb hier een paper stack deluxe met allemaal grafische prints. En eigenlijk was ik op zoek naar meer van dit soort papieren. Maar wat ik zei, ik kon er de tijd niet voor nemen. Dus ik heb uiteindelijk maar één blok gehaald. En dit viel toevallig op mijn netvlies. Dit zijn kalligrafeermarkers, 12 stuks. En je hebt dan verschillende diktes. Dit was wel een impuls aankoop. Want het stond niet op mijn lijstje. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. En misschien werkt het heel erg goed. Dus we gaan dit even proberen. Dan heb ik twee verschillende soorten herbruikbare rietjes. Ik heb er al een aantal in huis. Maar ik merk toch wel dat ik er heel veel gebruik van maak. En anders moet ik het elke keer weer afwassen of in de vaat doen. Dus dat. We hebben even een voorraadje. We hebben hier een stainless steel variant met een schoonmaakborsteltje. En dit zijn siliconen en deze zijn ook best wel groot. Deze zijn ook wel chill voor smoothies eventueel. Dan heb ik hier iets waar ik eigenlijk naar de Action voor wilde gaan. Of nou ja, de andere spullen die ik ook al eerder had laten zien, die had ik ook wel nodig. Maar dit zag ik online en toen dacht ik, ik wil dit gewoon hebben. Het is een plaid. Echt, ik hou van dekens. Ik lig altijd onder een dekentje. Ook al heb ik het niet koud, ik vind het toch comfortabel. En ik was nog op zoek naar een relatief groot kleed. En deze is 150 bij 200 centimeter. En hij is zo ontzettend zacht. Heerlijk dit al. Nou, hij gaat even lekker de was in. En dan kan ik hem gebruiken. En eigenlijk wilde ik ook nog kussenslopen halen. Maar het schap waar dit in lag was zo chaotisch. En het gangpad was chaotisch met allemaal dozen. En allemaal nieuw vracht waarschijnlijk. Maar het was gewoon niet te doen. Dat ik dacht, oké, misschien is dit de verkeerde timing. Ik raakte gewoon heel erg overprikkeld dat ik dacht, I'm out. Ik ga hier niet eens tijd aan besteden. Maar ik ben wel blij dat ik deze heb kunnen scoren. En dan heb ik hier een mok met moments erop. Alleen wisten de winkelmedewerker en ik niet zo goed of dit in een set zat. Want er was geen prijskaartje. Dus ik dacht, weet je, ik wil deze gewoon. En wat de prijs is, maakt mij niet zoveel uit. Dus mocht jij toevallig ook deze mok of een serie hiervan hebben. En ook bij de Action hebben gehaald. Let me know of het een set is of dat het individueel wordt verkocht. Want ik ben daar best wel benieuwd naar. Maar ik vond dit wel heel erg leuk. Ik vind het wel leuk om mijn mokken af en toe te verwisselen. Of om als prop te gebruiken voor in foto's. Dus het is multifunctioneel. And last but not least. Ik had eigenlijk mezelf voorgenomen om dit soort producten niet meer te kopen. Maar ik kon het niet laten. Want een Action shopblog bij mij is niet compleet zonder een notitieboek. En ik kreeg in het verleden best wel vaak de vraag van, waar laat je het? En ik heb, to be honest, heel veel van mijn notitieboeken weggedaan. Dat ik dacht, oké, ik moet hiermee stoppen. Maar ik vond de tekst die erop stond heel erg leuk. En het heeft best wel een luxe uitstraling voor de Action in ieder geval. Staat heel simpel offline. Na dit boekje ga ik het voorlopig hierbij laten. En gaan we nog geen nieuwe notitieboekjes kopen. Is het shoppen op afspraak voor herhaling vatbaar? Weet ik niet zo goed. Ik denk als je echt specifiek voor één of twee dingetjes naar de winkel nodig moet. Dan is het wel chill. Maar het is niet echt zo'n shopping spree. Dat je denkt, oh, laat ik even voor de leuk gaan winkelen. Nee, daar is het volgens mij ook niet voor bedoeld. En anders kan je click and collect doen. Of bij sommige winkels kan je gewoon nog online bestellen natuurlijk. To be honest, mis ik het fysiek winkelen niet heel erg. Want 9 van de 10 keer ga je met dingen de deur uit die je niet eens nodig hebt. En per winkel verschilt het natuurlijk ook. Ik heb ook verhalen gehoord dat mensen dit juist als heel fijn ervaren. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ben jij alweer een shoppen op afspraak? Zo ja. Wat vond je ervan? Wat waren jouw ervaringen? Merkte je ook echt wel een verschil per winkel? En als je het nog niet hebt gedaan, dan ben ik ook wel benieuwd of je er behoefte aan hebt. Mocht je meer van mij willen zien, dan kun je me natuurlijk ook volgen op Instagram. En hopelijk zien we elkaar snel weer. Doei doei!